wat leuk! We zijn er weer, jongens. Even een tijdje geleden, maar een nieuwe podcast. En wat gaan we eigenlijk doen? Ja, we gaan een mooie wandeling maken in zeg maar kerstsfeer. Maar een wandeling die je niet nu alleen hoeft te lopen in de maand december, maar ook komend jaar. En wat we gaan doen, we gaan hier beginnen. Ja, en hier is bij het Amsterdams Museum, wat verbouwd wordt. Nieuwe sites, we lopen richting de Dam. We gaan kijken naar de mooie kerstboom. Ik ga iets vertellen over het paleis. En in die buurt ga ik de leuke beetjes vertellen. We beginnen hier bij het Amsterdams Museum. Met de gevelsteentjes die je hier op de muur ziet staan. Heel mooi. Ja. Het zijn er zoveel. Ja, het verhaal achter deze steentjes is dat in de jaren 60 en 70 ook werden er gewoon alle grachtenpanden die stonden in de steigers en heel veel werden er gewoon gesloopt. En er is een vereniging en die heeft ze allemaal eraf kunnen halen. En ja, op deze muur zie je eigenlijk de gevelsteentjes die ze gered hebben van de sloop. Cool. Je ziet hier gevelsteentjes uit 1614. En je ziet gevelsteentjes van een wasserette. Kijk, en daar zo heel boven zie je een kies. Dat zal waarschijnlijk wel van een tandarts zijn. Ook hier, hè, je moet goed kijken van wat je ziet. Ik hier werk het goud door kunst in vuur. Ja, een soort edelsmid van vroeger. Dat denk ik. Hier, metselaar. En die zal wel uit de kerk zijn. Het geloof. De otter. Je hebt hier ook ergens. Oh, hier, dat zal een timmerman zijn. Zie je het? Oh ja. En daar, hier zal een edelsmid zijn. Een rink in diep. Een wasserij heb je hier volgens mij. Een zwarte hoed. Oh, hier is de wasserij. Zie je het daarboven? Oh ja. Stapel, smolen. En een lam. Nou, super gewoon. Heel mooi. Echt cool. Maar ik vond het leuk en vind het leuk om hier te beginnen. Ik ook. In een leuk stukje Amsterdam. Ja, het museum is voor de komende jaren helaas dicht, wordt verbouwd. Misschien moeten we even blijven staan, zodat we de volgers of de luisteraars meenemen naar waar we naartoe lopen. Ja, dus begin Sint-Luciënsteeg. Met de rug. En dit is eigenlijk de nieuwe Seyds Voorburgwal. Misschien ook wel leuk om te weten, vroeger was dit gewoon water. De boten kwamen vanaf de IJ richting de Dam om te laden en te lossen. En een leuk weetje is, je hebt de nieuwe Seyds Voorburgwal en je hebt de oude Seyds Voorburgwal. En de benaming is eigenlijk gewoon de zijde aan de nieuwe kerk. En je hebt de zijde aan de oude kerk. En de oude kerk is 100 jaar ouder dan de nieuwe kerk. En je hebt dus ook de oude Seyds Voorburgwal. En een burgwal was eigenlijk het einde van het water. Een soort klei-zandhoop. En als er dan een nieuwe werd gebouwd, dan was dat de Achterburgwal. Dus je had de nieuwe Seyds Voorburgwal en je had de nieuwe Seyds Achterburgwal. Dus de zijde aan de nieuwe kerk en de zijde aan de oude kerk. Cool, leuk weet je. Oké, dus we gaan richting de nieuwe Seyds Voorburgwal. Naar rechts, richting de Dam. En dan is het wel leuk om iets te vertellen over dit pleintje. Ze hebben het overigens ontzettend leuk opgeknapt. Met een soort bosgroen. Dit was een van de drukste straten vroeger van Amsterdam. Dit noem je de Postzegelmarkt. En er zit een heel verhaal achter. Als je hier op zaterdag komt en je bent in de ochtend, dan staan daar postzegelhandelaren op een tafeltje. Dan heb je de postzegels en munten. Nee. En dat is een heel oude traditie. En men zegt dat een weduwe ooit dit stukje grond heeft nagelaten aan de gemeente Amsterdam. Maar met één afspraak dat de postzegelmarkt in lengte vandaag altijd gehouden moet worden. Oh, wauw. En vandaar dat die mannetjes, vraag zijn mannen, die zie je op een tafeltje, koffertje open. En die hebben de postzegels. Aan zaterdag cool. Kijken. Heel leuk. Dan zijn ze hier postzegels aan het verhandelen. Eigenlijk gewoon een soort professionele postzegelverzamelaars. Ja. Ja, en het is gewoon jammer, want er waren hier heel veel postzegelhandelaren en heel veel winkels. Maar ja, ik denk dat je daar geen droog brood meer in kunt verdienen. Maar hier, nu lijkt het vooral woonhuizen wel. Ja, op de hoek zat er nog geen, die is weg. Die is ook weg. Dat is de postzegelmarkt. Dus we gaan door naar rechts, ja. Richting de Dam. En nou is het leuk om te weten dat als je omhoog kijkt het meest te zien valt. Alleen als het donker is. Misschien even wachten op de tram? Ja. Alleen als het donker is, zie je dus niet alles. Maar dit stukje Amsterdam, je zult het niet geloven, maar dit was een enorme bedrijvigheid. En hier werden alle kranten gedrukt.
die je maar kon bedenken. Dus het Algemeen Dagblad, het NRC, later het Parool, Nieuws van de Dag en de Telegraaf. Dat is het Telegraafgebouw waar vroeger de drukpersen stonden. En als je oude foto's ziet, dan zie je ook vaak de papierrollen hier staan. En die werden geleverd vanuit buiten Amsterdam. En hier werden dus alle kranten gedrukt. Beschrijven aan de luisteraars welk gebouw je dan precies bedoelt. Nou, we kijken nu naar het gebouw wat een grote toren heeft, een hoge toren. Oh ja, met een vlag erop. Het is een voormalige watertoren, zal je niet zeggen. Maar die werden gebruikt om de koeling te verzorgen voor de drukpersen. Oh. En nu zie je het niet, maar ga maar eens overdag kijken. Helemaal in die toren heeft Hilde Krop 4 beelden gemaakt van schreeuwende krantenjongens. Die hebben de kranten onderlinks en die staan zo te schreeuwen. En die zie je daar bovenin, dus dan moet je echt goed kijken overdag. Het is nu niet te zien, het is jammer. Maar dat zijn gewoon de krantenjongens die de krant aan het verkopen zijn. Heel leuk. Oké, dan gaan we door. Dan steken we het pleintje over, Nieuwezijds Voorburgwal, naar de overkant. Kijk nou hoe dit eruit ziet, is toch leuk? Heel mooi, hebben ze echt cool gedaan hoor. We gaan even door de ijzeren paaltjes de trambaan over. Ja. En dat is lekker rustig, want er rijdt geen tram hier op dit moment. Want... Nou, net wel heel dat veel heel... schept. Nee toch? Nee, nee. Jawel, ik zei nog tegen jou. Ik dacht dat deze afgesloten was. Ik zei, we moeten even wachten, want er rijdt de tram voor mij. Oké. Okay. Oh ja, dat is ook zo. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dat vind ik nou het leukste aan de winterwandelingen. Je kan overal naar binnen kijken. Leuk, hè? En je ziet mensen gezellig eten en kaarslicht en lampjes. En... Ja. En een heel mooi snijraam daarboven. Oh ja, wow. Echt mooi gemaakt. Zie je dat ze hadden vroeger zoveel geld en wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen. Dan gingen ze het maar allemaal versieren. Maar het is mooi wonen hoor. Hier, heel mooi. Oké, dus we blijven... Richting de Dam lopen op de Nieuwezijds. Maar dan aan de overkant van de weg. Ja, en als je nu even naar de overkant kijkt, het is ook leuk. Dan zie je het voormalig politiebureautje. Heel leuk. Houten bureautje. En daar waren er meerdere van in Amsterdam. Er staat er eentje bij de Utrechtse straat. Nee, bij het Frederiksplein zijn we. Onze eerste podcast zijn we daar geëindigd. Ja, en de politie had in die jaren, was het niet zo heel populair om er te gaan werken. En die hadden eigenlijk heel simpel een huisje met één celletje. En er zat één politieman. En die moest dan een heel groot gedeelte van Amsterdam gaan beveiligen. Maar gelukkig hebben ze het huisje behouden. Ja, want nu heet het Stadspaleisje, toch? Het Stadspaleis. Het is jarenlang een toilet geweest voor de dames en heren. En nu zit er een... Horeca-ding, volgens mij. Zullen we weer terug oversteken, even langs het Stadspaleisje? Ja. Oké. Okay. Ja. Top. Goed, we steken over. Weer terug naar het Stadspaleisje. Ja. Het houten huisje aan de overkant. De trambaan over. Ja. Toch meer trams dan ik had verwacht. Hé, hey, wat is dit eigenlijk? Een kun je lekker chillen, lounge. Het is een fontein volgens mij in de zomer. Dat is ook nieuw, toch? Ja, nee, dit is allemaal nieuw. Heel leuk hoor, het Stadspaleisje. Superleuk. Mooi dat ze dat hebben laten staan. Oké. Okay. Dan gaan we naar links. Links, ja, de weg over. En dan gaan we wederom richting de Dam. Klopt. En nog even om het verhaal af te maken, Fleet Street, hè, want dat is de naam die in Londen, daar heb je ook alle kranten die gedrukt worden. En nu heb je ook, tenminste dit noemde je de Fleet Street. En dat is eigenlijk weggegaan omdat het kon niet meer met alle machines en het drukke autoverkeer, die vrachtauto's en die papierrollen. En die zijn allemaal buiten Amsterdam gegaan. Dan zitten ze bij langs de A2, daar zit nu het Parool en de Volkskrant, die worden daar gedrukt. Ja, dit was het Telegraafdrukkerij, het Telegraafgebouw. Mooi, kijk die hele glazen wand met al die vierkantjes. Er heeft een jarenlang een bank in gezeten, de kastbank. En nu hebben ze het helemaal gerenoveerd. Cool. Dus nu slenteren we een beetje naar de Dam. En wat zat er eigenlijk vroeger in het gebouw waar nu de Albert Heijn en de W zitten? Het is een... iedereen denkt van, oh, het is een hartstikke lelijk gebouw. Maar er zat vroeger de telefonie en geldzaken. Van het hoofdpostkantoor. Het is jarenlang een telefooncentrale geweest. Waar alle verbindingen tot stand kwamen. Cool.
Ik vind het eigenlijk best een mooi gebouw. Ze hebben het gebouw toen ontworpen naar de bekende ontwerper of architect Frank Lloyd Wright. En ze hebben het heel goed gedaan. Want ze hebben natuurlijk Albert Heijn eronder in gedaan, al jarenlang. Maar ze hebben daarboven nu het hotel gemaakt, maar ze hebben die ramen ook vergroot. Dus dat is wel leuk. Ja, ik vind het heel mooi. Oh, hey! Kijk. Als je links kijkt, zie je Algemeen Handelsblad nog staan. Ja, daarom kun je zien wat voor een, dat de klant daar gedrukt is. Mooi, hè? Heel mooi. Goed, we lopen richting de Dam, achter het paleis langs. Ja. Maar voordat we daarheen gaan, vind ik het leuk om even iets te vertellen over... Op links, de paperbus. Op links, de paperbus. De paperbus is nu een reclamecel. Dat is het, dat ronde huisje wat je hier links ziet met een punttakje erop. Elektriciteitshuisje. En dat is al, sinds ik een kleine jongen was, staan die al in de stad. Ja, cool. Ik zag laatst op de Centuurbaan toevallig een man op een krukje daar bezig met alle kabels. En het deurtje stond open. En groot, hè? Heel groot. Ja. Het is echt gewoon een kamertje is het. Elektriciteit. En de naam is leuk, de paperbus. Heel leuk. Dan lopen we nu door. Oké, we gaan achter het paleis langs. Ja. Dus we steken het zebrapad over, denk ik. Ja, gaan we doen. Oh ja, dit is ook wel een leuke. Ja, daar ga ik ook iets over vertellen. Ja, dat dacht ik al. Ik wist Want dat je daarover ging vertellen. Dat is het leuke van een ommetje wat we ooit verteld hebben. Is dat de stad gelukkig nog bestaat uit heel veel krullen. Mannelijke pissoirs of urinoirs. Maar men had niks voor vrouwen. En die krul, de groene krul, die verdwijnt steeds meer. En dan komen deze voor terug. En dit is er eentje voor dames, zeldzaam. Ja. Want meestal moeten die ergens maar zoeken waar ze heen kunnen. Het leuke is, je ziet het ook op de uitgaansgelegenheden. Bijvoorbeeld op het Leidseplein, op het Rembrandtplein. Deze zakt gewoon in de bodem naar beneden. Want hier zit gewoon... Ja, die is overdag gewoon weg. Ja, en dat is door bij het Rembrandtplein of het Leidseplein zie je een rondje. En daar zit een urinoir onder. Dat is mooi, hè? Leuk. Zullen we door? Ja, we gaan door. Oké. We gaan achter het paleis langs. Achter het paleis. Echt, blijft zo'n mooi gebouw. Ja, hè? Weet je nog dat we helemaal, eigenlijk misschien wel bij onze allereerste ommetjes op Instagram, nog toen hebben gehad dat er wel eens roddels zijn gegaan over een gang van onder het paleis op de Dam naar de brede brug. Hoe heet die brug ook alweer? Torensluis. Ja, de Torensluis. Een van de torens die in de stadsmuur stond en later gevangenis was. Cool. En dat is een mythe of een verhaal. Dat hier inderdaad benieuwd. Iets onderdoor loopt. Dit was vroeger het stadhuis van Amsterdam. En is later Koninklijk Paleis geworden. Toen de broer van Napoleon koning werd van Nederland. Toen heeft hij tegen het stadsbestuur gezegd: allemaal wegwezen, ik neem het paleis over. Dus die ging hier wonen. En het stadhuis is uiteindelijk naar de Grand gegaan, waar we een keer een ommetje over hebben gedaan. Ja. En Bonaparte was toen de broer, hè, de koning van Nederland. En die ging hier wonen. Vandaar dat hij benam ook de Raadhuisstraat. Een raadhuis is daar van afkomstig. Hm. Als je nu omdraait, Koninklijk Paleis aan de achterkant in je rug, kijk je dus nu inderdaad naar het prachtig mooie gebouw. Het voormalig hoofdpostkantoor. Waar vroeger... Nu het Magda Plaza. En waar je vroeger, nu kan je pinnen, heb je alles om te betalen, een tikkie, alles kan. Maar vroeger deed je alles met accept giro, moest je geld halen. Dus er waren beneden, weet ik nog wel, dat ik daar kwam, grote loketten met rijen mensen die allemaal iets moesten doen. Oh ja. Het is allemaal verdwenen. Maar het is een heel mooi gebouw. Maar dat je als postbedrijf zo'n imposant, bijzonder gebouw gaat maken. Ja. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ging wel goed met de zaken dan? Ging zeker goed. Oké, okay. Door? We lopen door. Oké, dan zijn we eigenlijk op de andere hoek aangekomen aan de achterkant van het Paleis op de Dam. Ja. Gaan we eigenlijk richting de Nieuwe Kerk. Ja. En... Nou ja, dat is leuk dan om even te vertellen dat als je hier voor de... Nieuwe Kerk staat,
en je draait even met de kerk in je rug en je kijkt naar de overkant, daar zie je de poort van Kleef. Ja. Dat was ooit een bierbrouwerij, de Hooiberg. Later gekocht door Gerard Heineken. Maar omdat het hier net als de kranten toen, maar ook in die tijd lastig was voor de aanvoer van de ingrediënten voor de bierbrouwerij, is men weggegaan, heeft hij een stuk grond gekocht bij de Pijp. Nou, je verhaal ken je, daar zit de bierbrouwerij. Mm-hmm. Het heet nu de Poort van Kleef. Vroeger was de ober was ongeletterd en men schreeuwde eigenlijk de bestelling door naar de keuken. En degene die in de keuken stond, schreeuwde dat weer terug. Dus dat was een enorm kabaal daar. Dat werd toch de echo genoemd? De echo werd dat genoemd. Leuk. En die biefstukken werden genummerd. Dat was heel makkelijk. Nog steeds zijn ze genummerd. En ze hebben er meer dan 1 miljoen van verkocht. Eigenlijk moeten we een keer een biefstuk eten en dan zie je welk nummer we hebben. Ja, dan gaan we even door langs de Nieuwe Kerk. We lopen langs de Nieuwe Kerk? Ja. Met de blauwe parade en Port van Kleef aan je linkerhand en de Nieuwe Kerk aan je rechterhand. Ja. Langs de Nieuwe Kerk. En niet is dat alleen maar uniek in Amsterdam hoor, maar dat heb je overal in Nederland. Tegen die kerk werden vroeger huisjes gebouwd. Dat was eigenlijk heel simpel. Die kerk was natuurlijk, die had niet zoveel geld en op deze manier kregen ze huurinkomsten om het stukje grond te verhuren. Dit waren vroeger huisjes? Ja. Kijk maar, je kunt er boven ook wonen. Oh ja, leuk. Oké, dus we lopen eigenlijk de... We lopen nu richting de Gravenstraat. De eerste straat aan de rechterkant. Oké. Mooie pandjes hier. Leuke winkeltjes. Ja, en de Gravenstraat is een hele oude straat. En waarom heet het de Gravenstraat? Omdat hier de graven van Henegouwen, als ze Amsterdam bezochten, onderdak vonden in een herberg. Dat is de Gravenstraat. Ik zal zo meteen een mooi steentje laten zien. Ja. Heel mooi straatje. Weer een mooie kerstboom. Kijk, en hier komen we op een stukje, ik vind dat een beetje Charles Dickens-achtig. Gewoon een hele aparte sfeer. Maar het leuke wat ik hier heb meegemaakt, dat ik ooit ergens heb gewerkt en ik heb een afscheidsborrel gehad in de Drie Flesjes. En ja, de Drie Flesjes is voor mij altijd iets speciaals. Omdat als je hier binnenkomt, heb je aan de rechterkant vaatjes. En dan kun je je eigen vaatje hebben met een slotje erop. En als je dan binnenkomt, dan ga je er gewoon staan. Dan haal je het slotje er vanaf. En dan heb je gewoon een tapje. En dan heb je je eigen... Dus heb je eigenlijk je eigen vaatje met drank? Ja, kijk, met 3 flesjes. Maar blijft hij dan ook staan als je een maand niet komt? Ja, hij blijft gewoon staan. Je kan hem doneren, huren. En daar zit drank in. Kijk, het is altijd een bommetje vol en het is altijd reuze gezellig. Oh, er zijn ook 3 flesjes in het snijraam. Ja, mooi hè? De 3 flesjes. Leuk. Dat is trouwens ook leuk om te weten. Die muur heeft allemaal verschillende soorten vaatjes. Maar men wist toen niet of dat ene vat nou of half vol was, leeg of vol. Ja. Dus dan ging men erop kloppen en dan kwam er steeds een ander geluid uit. Die vaatjes. Ja. En daar komt de benaming een drankorgel vandaan. Echt? Want het is een soort orgel waar drank in zit, maar er kwamen allemaal verschillende geluiden uit. Dus een drankorgel is niks anders dan een wand met vaten waar je op moest kloppen en testen wat erin zat. Leuk, heel leuk. Ja, leuk. Oké, met de 3 flesjes aan de linkerhand lopen we. Eigenlijk naar het hoekpandje. De 3 graafjes. En hier zie je een gevelsteen. De 3 graafjes. Ja. Die heeft men ergens vandaan gehaald en bewaard. Dus dat ziet er wel leuk uit. En dan gaan we dus nu voor het hoekpandje naar rechts, richting de Dam, de Eggertstraat. De achterkant van de kerk. Achterkant van de kerk, ook weer met huisjes. Het heeft een beetje iets filmscènerigs, vind je niet? Ja. Ik vind deze kant minder mooi dan de andere kant. Ik vind het op zich wel cool. Ja. Kijk, dan komen we al... Bij de Dam. Bij de Dam. En daar zien we... Je kijkt hoe mooi dit is. Dan zie je gewoon vanuit een hele andere kant zie je het Koninklijk Paleis. Heel mooi, hè?
Een enorme koepel. Koepel staat er eigenlijk op. Het is een enorm gebouw. Kijk, hier heb je weer zo'n mooi snijraam met de lantaarnen erin. En je rechterkant op nummer 6. Ja. En dit was eigenlijk meer de moderne kant van een buitenverlichting. Want je had en zowel in de hal licht als buiten. Slim. Mooie lantaarns. Ja, leuk. Op nummertje 6 in de Eggertstraat. Oké, we lopen door. En dan lopen we naar de Dam. En wat was ook alweer het ezelsbruggetje met het aantal palen onder het paleis van de Dam? Dat is heel makkelijk te onthouden. Hè? Amsterdam is gebouwd op palen. En als je dan wil weten hoeveel eronder zit, dan moet je heel simpel onthouden. Het jaar heeft 365 dagen. Je zet er een 1 voor en een 9 achter, minus 1. Omdat men ooit 1 heeft uitgehaald om te testen of hij niet verrot was. Dus er zijn er 13.658. Cool. Dus dat is een ezelsbruggetje. En wanneer hebben ze die eruit gehaald om te testen? Nou, dat is... Volgens mij is dat ooit in de 70e jaren gebeurd. Want toen verzakte de half Amsterdam verzakte toen. Ja. Yeah. En dat, je kunt het niet voorstellen, maar als je toen in de 70e jaren door de stad heen reed, dan stonden alle huizen stonden schotsen scheef, werden gestut. En al die palen waren verrot, ze werden gesloopt. Hele woonblokken zijn weggehaald. Het begon toen een beetje dat funderingprobleem. Ja, funderingsprobleem hadden we toen. Ja. Nou, dan is het ook leuk om nou eens een keer naar beneden te kijken, niet omhoog. Op de Dam staan we nu eigenlijk op de al. Dam. Er liggen twee, nou het is eigenlijk de hele wereld die hier ligt. Het is een leuk verhaal. Er liggen 2,5 miljoen keitjes. En die keitjes komen uit een grot, een hoef of een groeve uit Porto. De stoepranden, dat gaan we zo meteen wel even zien, die komen uit Madrid. De bewegwijzering op de weg wit marmer komt uit Italië. Het zwarte marmer van de zebrapaden komt uit China. En de stenen bankjes die komen uit Griekenland. Multiculti. Multiculti. Leuk. Nou, het leuke als je nu naar links kijkt is het verhaal over de kerstboom. Want die wordt elk jaar gedoneerd. Die krijgen we. Nou, hij ziet er echt prachtig uit. Uit Duitsland, toch? Ja. De boom wordt elk jaar in januari naar Artus gebracht, in stukken gezaagd. En daar hebben onder andere de olifanten wekenlang plezier van. Dus die wordt helemaal duurzaam, wordt die helemaal verwijderd. Ja. We lopen even naar het midden van de Dam. En ook leuk om te vertellen waar die naam vandaan komt. Zo is Amsterdam ontstaan. Water. Er was een dam. En die dam die liep eigenlijk tot vanuit de Warmoestraat naar de Nieuwe Dijk. Nou, Nieuwe Dijk zegt het al, een dijk om het water tegen te houden. En links, waar de Bijkorf staat, heb je het Damrak. Damrak is een rak, is een smal water. En daar kwamen vroeger, tot 1841, de boten vanuit het IJ om spullen te laden en lossen op de Dam. Zo lang heeft het en is het water geweest. En er heeft ook een beeld gestaan op de Dam. Neeltje. Naatje. Oh, Naatje, sorry. En daar is dat ook trouwens een leuk weetje. Naatje was gemaakt als herdenkingsmonument voor de Belgische oorlog tussen België en Nederland. En dan hebben veteranen 25 jaar later dat beeld neergezet. Maar Naatje was gemaakt van Belgisch hardsteen. Maar was in hele slechte kwaliteit. Dus eerst viel haar neus eraf en toen viel op een gegeven moment haar arm eraf. En dat beeld is gewoon helemaal vergaan. En daar komt ook de uitdrukking van, het is Naatje. Dus Naatje op de Dam. Ah. Dus die dam zag er heel anders uit. Trouwens, toen Napoleon de broer koning was, dan noemde hij het plein, werd er in de volksmond het Napoleonplein genoemd. Ja? Ja, dus hij voelt zichzelf heel erg belangrijk. Cool hoor. We lopen eigenlijk zo ver mogelijk van het paleis af. Ja. Maar nog wel op de Dam, omdat we straks willen omdraaien en even naar het paleis op de Dam willen kijken. Klopt. Maar volgens mij wilde je eerst nog op de hoek. Ja, we lopen nu eigenlijk richting het Damrak. En op de hoek van het Damrak en de Dam, dus het Koninklijke Paleis achter ons naar links, gaan we eventjes naar links waar we een keer een ommetje over hebben gedaan. En dat is Sint-Nicolaas. En Sinterklaas.
met een krans. Er was altijd de traditie, en de traditie is er niet meer. Dus dat de krans altijd werd neergehangen bij de intocht van Sinterklaas. Dan gingen ze op elkaars rug staan om erbij te kunnen. Ja, en degene die er nu nog hangt is de laatste en oude krans die men nooit heeft weggehaald. Ja, een eerbetoon aan Sinterklaas. En dat gebeurde elk jaar bij de intocht. Leuk. Maar ja, helaas is de traditie er niet meer. Maar de gevelsteen is er nog wel. En hier heeft vroeger een krancafé gezeten. Op de hoek. Op de hoek. Die de naam had Nicolaas. Oh ja? Oh, leuk. Nou, dat is een leuk weetje. Nou, dan lopen we nu even naar het midden van de Dam. Dan kunnen we even goed het paleis bekijken van een afstand. En het paleis, ja, het is nu wat te donker, maar op het dak staan er verschillende figuren, vrouwenfiguren, waarbij ik er twee wil uitlichten, want er zijn er meerdere. En bovenop het timpaan, dat is dat driehoek waar de stedenmaagd in het midden gezetteld is, die zit daar, staat daarboven een vrouwenfiguur die de vrede probeert te laten zien en de handel, want het Koninklijk Paleis is gebouwd nadat de Vrede van Münster is gesloten in 1648. En men wilde ergens iets, ja, een soort monument bedenken waarbij men sowieso de vrede wilde uitlichten. En vandaar dat zij aan de ene kant een olijftak in de hand heeft en aan de andere hand heeft ze de staf van Mercurius, de god van de handel. En de olijventak is vrede, handel en vrede. En aan de rechterkant is de vrouwelijke figuur, die beeldt de vrouw Justitia uit. En die staat letterlijk boven de executieplaats waar ik zoiets over ga vertellen. Maar dan lopen we even richting het Koninklijk Paleis. Okay. En waarom staat zij nou hier? En dat is goed als we richting het paleis lopen. Wat daar voor geschiedenis ligt. Als je vroeger veroordeeld werd en je werd opgepakt voor een misdrijf, dan werd je berecht, dus dan werd je onthoofd, opgehangen of geradbraakt. En radbraken was eigenlijk heel simpel, je ging op een karrewiel en de beul sloeg al je ledematen kapot. Oh. Dus dat was geradbraakt. En de veroordeelde kon alleen maar te dood worden veroordeeld had hij als hij een bekentenis had afgelegd. En dan ging je naar de pijnkamer beneden en dan werd hij net zo lang gemarteld tot hij een bekentenis af ging leggen. Daarna werd hij opgeknapt en ging hij hierboven, ging hij naar deze kamer en dan moest hij ze op zijn knielen. Maar wat wel heel mooi was, is dat de burgemeester en de notabelen met hem mee gingen knielen. Zij hadden wel een kussentje, maar hij moest op de koude vloer. En dan ging hij door dit raam aan de rechterkant van het paleis uit de uitbouw. Stapte hij naar buiten, want hier werd een schavot gebouwd. En daar werd hij dan, wat ik net al zei, opgehangen, onthoofd of geradbraakt. En wat heel leuk is, is dat je nog steeds kunt zien dat het schavot met die palen. En het is goed dat ik een paraplu bij me heb. Hier zie je nog de oude gaten die men dicht heeft gemaakt. Hier zat er één. Hier zat er één. Hier zat er één. En het is zo leuk dat je dat nog kunt zien, hoe dat schavot bevestigd is geweest aan het paleis. Kijk, daar heb je nog weer. Oh ja, wow. Richting de Kalverstraat. En dan lopen we langs het Koninklijk Paleis. En dan ga ik nog één ding vertellen. Een mystiek verhaal of een mystiek gebeuren. Waar een verhaal achter zit. Om de hoek zit een provo-teken. En de provo's, dat was een groepering in Amsterdam, die de gevestigde orde, een anarchistische groep. En daar waren Roel van Duin en Luud Schimmelpennink leden van. En een van de leden heeft hier met een schroevendraaier het logo van de provo's erin gekerfd. En de provo-teken was een appeltje. Hier is het steeltje. En het is in al die jaren, ondanks dat het paleis
opgeknapt is, is het erin gebleven. Men heeft jarenlang een dispuut gehad, want het lijkt namelijk op het apothekertje van Apple. En de provo's die hebben maar een aantal jaren hebben ze hier anarchistische bijeenkomsten gehouden. Waarbij Robert-Jan Grootveld, men noemt dat ook wel eens de rookmagier, dit heeft gedaan. Men deelde krentjes uit, omdat men vond dat te krenterig was. Ze werden altijd opgepakt. Maar uit die provo-tijd, en daar hebben we al eens een keer een ommetje over gedaan, kwamen ook hele goede dingen. Want onder andere van de provo-tijd is het witte fietsenplan. Heeft het nooit gehaald. De witkar is er gekomen. Maar men had ook de witte vrouwen. Men had dan heel erg de focus op voorbehoedsmiddelen voor jonge vrouwen. Anders werden ze ongewenst zwanger. Dus men had al heel veel gedaan. Maar het heeft maar 2 jaar geduurd. En 2 jaar vonden ze voldoende. Maar men had wel de hele gemeentebestuur wakker geschud. Ja. Dus dat was de provo. Cool dat het er nog zit. Ja. Ik vind het al zo mystiek. Ja. Loopt er zo langs, maar je ziet het hier. Dat nog steeds in de muur gekerfd zit. Nou, leuk verhaal vind ik. Ja, heel leuk. Nou, dan hebben we het rondje wel gedaan. Dan zijn we denk ik... Ik denk dat ik heel veel verteld heb. Ja, ik vond het heel erg leuk. Echt super interessant. Dit is overigens, dan wil ik nog één ding vertellen, ik kan niet ophouden. Hij houdt niet. Door de kroning van koning Willem II zijn deze lantaarns geplaatst. Want dat zijn hele bijzondere lantaarns. Ook hier zie je weer dat iedereen loopt en niet kijkt. Maar ze zijn vrij groot, heel imposant. En het waren de eerste lantaarns in Amsterdam die op elektriciteit gingen. Oh ja? En er staan er 4. Kijk, je ziet ze 4 op de Dam? Ja. Oh ja, ze staan in 1 rij. Zie je het? Maar het is even, bekijken wat voor lantaarn dit is. Hij heeft de stokjes. Met de bekende stokjes. Ze zitten maar groot, er weer. Hè? Maar hier zie je ze, 4 op een rij. Heel mooi. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dank voor het luisteren. En kijken. Ik ga vooral wandelen. Dank pap voor alle leuke info. Ik heb ook weer wat bijgeleerd. Ja. Dank FC Centrum, of Fanclub Centrum, voor het filmen, het editen en alles erop en eraan. En we hopen jullie bij de volgende aflevering weer te zien. Ga ervan genieten. Fijne avond. Dag.